Welkom in de 13e sessie over het OLOT-pot 2, waar we nog altijd bezig zijn met continue kansverdelingen algemeen. Maar laten we eens kijken naar een voorbeeld om hetgeen dat we in de vorige sessies hebben besproken nu in de praktijk proberen te brengen. En daarvoor beschouwen we dus, zoals gezegd, een voorbeeld. En het voorbeeld betreft een continue stochast, die we voorstellen zeer origineel door x, die de volgende probability density of densiteitsfunctie of dichtheidsfunctie volgt. En dat is iets dat ik u nu ook wel moet vertellen, let op. Hier moet u toch een opmerking maken, niet een belangrijke opmerking. En wat is die opmerking? Het is eigenlijk meer een opmerking, het is toch een vaststelling bijna. Dat is namelijk, wij weten om dus een densiteitsfunctie te zijn, moeten er twee voorwaarden voldaan zijn. Om te beginnen moet de functiewaarde tenminste 0 zijn of groter dan 0. En het tweede was dat de totale oppervlakte onder de kromme, ja, onder de kromme, ja, tot aan de x-as, hè, laat dat duidelijk zijn, dus onder de kromme tot aan de x-as, hè, de x-as, ja, de x-as is 1. Dat moet zo zijn. Nu, wat betekent dat? En laat ik dat misschien hieronder even doen. Ja, dat je dus niet denk aan de klassieke functies die jij misschien hebt leren tekenen in een ander OLOT. Als jij dus bijvoorbeeld, om er iets te zeggen, een parabool of een stuk parabool pakt. Ja, die parabool die is hier vertrokken naar plus oneindig op zijn gemakje. Misschien, maar die zelfs een rechte. Als ik hier een rechte zou, stijgende dan weliswaar. Ja, dus een stijgende rechte. Of om het even welke grafische voorstelling, de exponentiële bijvoorbeeld. Wij kunnen allemaal redelijk eenvoudig inzien dat als wij de oppervlakte onder die kromme, als wij de oppervlakte onder die kromme zouden willen gaan vastleggen, ja, dat dus dat uiteindelijk hier vertrokken is naar plus oneindig, en die krommen ook trouwens, die zijn ook vertrokken, en dus dat de oppervlakte onder die kromme uiteindelijk, ja, inderdaad, plus oneindig is. Ja, dat is in ieder geval een pakje meer dan die 1 die we hier eisen. Dus de enige manier op dat we zeer dikwijls, niet altijd hoor, maar zeer dikwijls, toch zo'n functie, welke functie? Wel, die densiteitsfunctie waar we het over hebben, zo'n functie kunnen laten qua oppervlakte 1 zijn, hè, de oppervlakte onder de kromme. Dat is door te werken, zie ook een vorig OLOT, door te werken met een functie, zo noemt men dat een functie, Google er eens nooit zeker op, een functie met gesplitst voorschrift, ja. Gesplitst voorschrift. Dat is eigenlijk, dat is voor de continue stochast dikwijls de ene, niet altijd hoor, maar dus gesplitst voorschrift, om dus die totale oppervlakte onder de kromme 1 te houden. En hier is dat ook gebeurd. Hè. Als we hier kijken, voor deze densiteitsfunctie heb ik dus, voor deze densiteitsfunctie heb ik uiteindelijk gewerkt met een gesplitst voorschrift. Ik hoop dat je het ziet. Ja, heb ik gewerkt met een gesplitst voorschrift. Om dus uiteindelijk ervoor te zorgen dat mijn totale oppervlakte, dat heb ik natuurlijk voor u nagekeken, 1 is. Inderdaad, wat zeg ik? En ik zal toch niet altijd rood gebruiken. Dus de functiewaarde, die is 0 indien uw argument, dus uw x-waarde, niet ligt in interval 0,2. Dus dat betekent dat ik dat zou tekenen in de buurt van de oorsprong, want ik ga niet tot in min oneindig terugkruipen, want dan hoort je nooit meer van mij, maar dus dat komt van min oneindig. En hier inderdaad is de functiewaarde 1. Dan, ik hoop dat je het ziet, staat er hier dit als functiewaarde voor x liggende tussen 0 en 2. Wel, als dat x ligt tussen 0 en 2, het beeld van 0, dus als ik hier 0 invul, is 0 gedeeld door 2 en 0 gedeeld door 2 is 0. Dus we hebben hier het punt 0, 0 als eerste element. 2, het beeld van 2 is 2 gedeeld door 2 en 2 gedeeld door 2 is 1. Dus ik moet hier, ja, ik ga hier maar iets zetten, dus dit is dan het punt 0, 1 en dan kom ik hieruit bij het punt 2,1. Daarna heb ik dus een, ja, inderdaad een discontinuïteit, want daarna, dus als x groter wordt, dus niet meer in het interval 0,2 ligt, dan zal het beeld terug 0 zijn, dus dan is dat terug dit hier, en dat gaat dan zo verder tot in plus oneindig. Dus alleen nog de vraag, hoe ziet dat er hier uit? Wel, ik hoop dat je ziet dat dat uiteindelijk een stukje stijgende rechten is. Ik hoop dat je dat ziet, desnoods zoek het verder uit. Met andere woorden, dus de twee punten gaat juist in rechten. Ja, ik schets het natuurlijk, ik geef het toe, maar dan krijgen we dus zo'n functie. Dus als ik ze nog eens keer dikjes wil overdoen in het groen, om dan nog eens te etaleren, hier heb ik een knikpunt, maar ja, dat is een detail, dat vertel ik u maar. Die gaat dan zo stijgen tot hier. Hier heb ik een discontinuïteit en zo gaat die functie verder. Dus wat nu in het groen is getekend, is uiteindelijk eigenlijk aan f van x mijn densiteitsfunctie. Ah, is dat een densiteitsfunctie?
is de totale oppervlakte gelijk aan 1. Nu, ik geef toe dat dit een fictief voorbeeld is. Dus ik ken niet veel kansverdelingen waar de verdeling ligt. Waar de verdeling dus ligt zoals ze hier ligt, namelijk hier 0 zijn en dan zo lineair stijgen tot in 2. Dus het is wel een theoretisch voorbeeld, maar het kan wel voldoen aan wat we willen onderzoeken. We moeten bedenken dat het uiteindelijk hier een rechthoekige driehoek is. En de oppervlakte van een rechthoekige driehoek is de basis maal hoogte, of als je wilt, het is een halve rechthoek, hè, dus je kunt zeggen het is lengte en breedte. Dus dit is de lengte is hier, of de breedte is hier 1. En de lengte, ik hoop dat je het ziet, is hier 2. Dus dat is lengte maal breedte gedeeld door 2 voor de oppervlakte van een driehoek. Dus dat is gelijk aan lengte 2 maal breedte 1 gedeeld door 2. Wel ja, kijk aan, die oppervlakte is 1. Dus in dat opzicht voldoet dat aan mijn voorwaarden dat de totale oppervlakte moet 1 zijn. Wel, als ik nu de kans zou willen berekenen, ik geef toe, het is een eenvoudig voorbeeldje, of wat zou toch een eenvoudig voorbeeldje moeten zijn, ik zal het zo zeggen. Als ik dan de kans wil gaan berekenen, hè, bijvoorbeeld deze kans, de kans dat die stochast gaat liggen tussen 1 en 3 tweede zijn anderhalf, dus dat is hier ongeveer. Dus dan kan je het ook gaan tekenen, uiteindelijk ben ik dan op zoek naar welke kans, dit zijn hulplijntjes in principe, dan ben ik op zoek naar de kans die ik nu aan daar ben. Ja. Daar was iets niet goed bij, ja, de kans die ik nu aan daar ben, ja. Akkoord, ik hoop dat je dat ziet. Dat is eigenlijk de kans die ik zoek. Dus dan moet ik die oppervlakte gaan berekenen. Ja, dat zou op een examen nog kunnen gevraagd worden. Hè, want we kunnen toch ergens uitgaan dat jij toch de oppervlakte van een vierkant kunt bepalen. Te weten dat hier de functiewaarde bij 1 is een half. Dus hier is dat een half. Ja. Hier van 1 tot het punt 3 tweede... is volgens mij ook een half. Dus hier hebben we al dus die een rechthoek. En dan schiet er nog uiteindelijk over van hier. Dus hier ook weer basis een half. En dan moet ik alleen nog hier het beeld van 3 tweede. En het beeld van 3 tweede. Het beeld van 3 tweede. Het beeld van 3 tweede. Dat kan ik halen uit mijn functievoorschrift. Ja. Dus dat is uiteindelijk, en natuurlijk rekenen met breukjes, voor sommigen nog niet zo gemakkelijk, gedeeld door 2 is gelijk aan 3 vierde. Dus dat betekent dat dat hier 3 vierde deze afstand hier, dat deze afstand, en dus dit is het punt 3 tweede, 3 vierde. Dus die afstand die ik hier nu wil bepalen is 3 vierde min een half zijn de 2 vierde, is gelijk aan een vierde of een kwart. Dus de kans is dan gelijk aan, dus de totale oppervlakte, dat is de oppervlakte van die vierkant, plus de oppervlakte van die rechthoekige driehoek. Ik hoop dat je het ziet, ja. Dus is gelijk aan... Die vierkant is een half maal een half, plus die een driehoek is dan een half maal een vierde, pas op, gedeeld door 2, dus maal een half. Dus dat betekent dat we weer op nummer 8 komen, en dat weer dus 1 vierde is 2 achtste, plus, dat is hier, ja, correctie zelf, dat is niet een achtste, dat is een zestiende, dus dat is een zestiende, correctie, fout voor mij, dus dat is hier, wacht, dat is iets te snel, opnieuw, omdat je kunt volgen. Dus we brengen dat hier eerst term per term op gelijk, werken we uit, 1 vierde plus, ik hoop dat je het ziet, 1 zestiende. Dus dat moet op gelijke noemer zijn, de 16. Dus dat is 4 plus 1, is dus gelijk aan 5 zestiende. Dat is de kans dat die stochast gaat liggen tussen die twee waarden. Ik geef toe dat dat natuurlijk een eerste academisch voorbeeldje is. En dat je zegt, ja, maar moet ik hier dan altijd mee rechthoeken? Nee, maar dat is nog het enige dat ik u mee een beetje kan ermee doortrekken. In de zin van dat je dus kunt die oppervlaktes berekenen. Maar eigenlijk, hè, wat wij gaan willen doen, ook in de nabije toekomst, is gaan werken met de cumulatieve distributiefunctie, of de kansverdelingsfunctie. Dan moeten we natuurlijk het voorschrift van die cumulatieve distributiefunctie kennen. Ja, dan moeten we die kennen. Wel, ja... Die moet dan, in ons geval, je kunt die in principe berekenen, er bestaan technieken voor, maar dat zou ons te ver leiden. Hè. Jij moet die dan kunnen toepassen. Dus ik zal ze hier nu geven. Kijk, ik moet zelf nu ook naar mijn papiertje grijpen en eventjes gaan kijken, omdat ik mij niet te veel zou vergissen. En dus in ieder geval is dus de functiewaarde 0 indien x kleiner is dan 0. De functiewaarde is, dan moet ik hier dus verklappen, x kwadraat gedeeld door 4 indien x een element gaat zijn van het interval 0, 2 en gaat 1 zijn indien x groter is dan 2. Voilà. Eenvoudiger kan ik het helaas pindakaas niet maken. Hè. Laat ik dit een beetje kleiner maken eerst.
En dan misschien toch die cumulatieve distributiefunctie in het rood, dan zien we dat goed. Die cumulatieve distributiefunctie ook een keer proberen op die tekening te brengen. Want in ieder geval, indien x kleiner is dan 0, dan is het beeld 0. Dus dat betekent dat weer, inderdaad, ik heb nog geen kansen moeten optellen. Dus dat is hier ook properkes 0. Maar dan moet ik dus die kansen die zich hier onder die kromme bevinden, de kansen die zich onder die kromme bevinden, gaan optellen. Dan krijgen we hier iemand misschien die weet wat dat is. Dat is een stukje, als we dat gaan tekenen, dat is een stukje. Ik weet misschien nog weet van een ander oolot. Dat is inderdaad een stukje parabool. Ja. Dat is een stukje parabool. Check it out, is nut. En dat betekent dat we dus tussen 0 en 2 een stukje parabool moeten tekenen. Nu, welke parabool? Wel, als je dat wilt laten begeleiden, kun je hier misschien een paar waarden gaan opstellen. Wel, bij 0 is dat, bij 0 dat zal duidelijk zijn, dat is 0. Maar bij 1 bijvoorbeeld is dat 1 vierde, dus een kwart. En bij 3 vierde, dan wordt dat iets moeilijker natuurlijk, want dan wordt dat hier 9 zestiende gedeeld door 4 is gelijk aan, ja, dat is al zeer, zeer moeilijk. Hè? Dat is al 9 64ste, denk ik. Als ik mij niet vergis, vergis ik mij niet. Dus het kwadraat, 16, 9, ja, dus dat is nog altijd zeer weinig. Maar in ieder geval, ben ik juist aan het werken, 3 vierde. Ja, pas op, ik doe 3 vierde, ja, dat klopt, hè, want 3 vierde is kleiner dan 1. Het is daarom dat ik mij vergis. Ik bedoel natuurlijk, dus correct dat ik heb gedaan, ik bedoel natuurlijk een waarde, dus ik bedoelde eigenlijk 3 tweede. Die waarde wil ik eigenlijk nog breken. En als ik die waarde pak, dan heb ik hier 9 vierde gedeeld door 4 en dat is al 9 zestiende, dus dat wil zeggen dat is toch al meer dan een half. Ja. Dus, als je nu gaat tekenen, wat dan? Wel, als je gaat tekenen, kan niet veel meer zakken. Hè. Dan moet ik hier dus nu, ik zal een andere schaal, speciaal een andere schaal gebruiken voor mijn cumulatieve distributiefunctie, dus hier 0,1. Dit is dus de schaal voor mijn f van x. Hè. F van x, ja. Wel, dan zal ik hier dus bij 3 vierde, en dat is hier ongeveer, kom ik bij 9 64ste, 10 60ste is dus 1 zesde, dus zit ik hier ongeveer, dus hier is een half, hier is een kwart, en dan zal het hier ongeveer zijn, dus zit ik hier nog maar, bij 1 zit ik op een vierde, dus zal ik hier zitten, en dan bij 3 vierde zit ik al aan een half, dus dat is dan hier ongeveer, om dan uiteindelijk hier bij 1 uit te komen. Dit is het hulplijntje, ik hoop dat je nog kunt volgen, zie ook eventueel je lesnotas, en dus we krijgen hier een stukje parabool. Als ik, ja, dat is al geen parabool, dat is niet gemakkelijk om dat hier zo te schetsen. Ik zal nog eens proberen. Krijg ik dus. Zo, dat is dat stukje parabool. En dan daarna zal die functiewaarde tot in plus oneindig, zal die 1 blijven, zoals hier is opgegeven. Ja, ik hoop dat je dat ziet. Ja, amai zeg, kunt je dat al, of juist nee. Hè? Slordig, slordvos. Zelf maar in. Maar in ieder geval, ik ben nog altijd een kans. Ik ben nog altijd een kans aan het berekenen. En ik heb in de vorige les gezegd, we kunnen dat omzeilen, die oppervlakte berekenen, door de functiewaarde te nemen in 3 tweede en daarvan af te trekken de functiewaarde van, in ons geval, 1. En die kunnen we hieruit halen. De functiewaarde van 3 tweede, we gaan x vervangen door 3 tweede, pas op, kwadrateren, gedeeld door 4, min 1 in het kwadraat gedeeld door 4 is gelijk aan, moet ik wel zien dat ik nu goed werk, is 9. Dat is dus 4 maal 4 min 1 vierde is gelijk aan, dat is nummer 16, hè, is dus 9 zestiende min, en dit moet maal 4, dus dat is 4 zestiende. En 9 zestiende min 4 zestiende, dat is nog altijd volgens mij 5 zestiende. Dit is de kans dat inderdaad mijn stochast gaat liggen tussen 1 en 3 tweede, volgens het gebruik van de cumulatieve distributiefunctie. En dat is ook wat wij gevonden hadden met bepalen van de oppervlakte.